We staan in de H&M pas, hoor. Ze hebben echt verschrikkelijke dingen aangehad. Het is echt geen... Dit was geen succes. Hey, en wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ja, ik had weer zin om te gaan vloggen. Geen idee waarom eigenlijk. Ja, ik dacht, hoe leuk is het om een keer een werkweek van mij mee te maken. Van maandag tot vrijdag ga ik vloggen en ik moet 1, 2, 3 dagen echt werken. Dus het is niet een volledige werkweek, maar goed, boeien. Er staan deze week namelijk best wel leuke dingen op de planning. Dus ik dacht, hoe leuk is het dat ik jullie meeneem. Het is maandag 9:15. Ik heb al gesport, gedoucht, vandaar mijn natte haar. Super charmant. En ik ga nu mijn nagels doen en ik zit aan de koffie. Mama komt zo weer thuis, dan gaan we eten, want ik moet vanmiddag wel werken. Verder deze week moet ik 1 dag 2 uurtjes in de winkel staan. Moet ik hem openen en sluiten, want er komt een nieuw meisje. En dan ga ik tussendoor met Rianne en mijn schoonzusje lunchen. Er staat een shopdagje gepland, als het goed is. En verder moet ik lekker werken, dus... Dus ik neem jullie lekker mee tijdens deze dagen. Niet alles natuurlijk, maar zo her en der. Heel leuk. Ja, ik ga nu maar eens even aan deze klus beginnen. En dan kan dit op mijn blog. Top. Ik wou zeggen, om 12 uur met luchtalarm gaan we eten. Maar je hebt het al op, hè, moeders? Je hebt ook zo. Luchtalarm is voorbij. Ik ga wel eten. En dan ga ik zo op mijn fietsje. Ga je ook op de fiets naar je afspraak? Nee, hè? Ik ga wel op mijn fiets naar mijn werk. Ik sta op mijn werk in een leuke jurk daar. En we gaan beginnen. Het is 10:50 of zo. Dus ik ga zo de winkel open gooien. Nou, doe maar dan. Nee, ik ben weer thuis. En dat is leuk, hè? Mijn ouders hebben eten gekookt. Eigenlijk heb je het gewoon allemaal opgewarmd. Ja. Nou jongens, eet smakelijk dadelijk. Kleding uitzoeken. Ik heb weer kortingscode. Kijk, dit jurkje, dat gaat sowieso. Die is leuk. En dan moeten we er wat anders bij zoeken. Heel vervelend. Of dit hemdje. Of ik ga nog even verder kijken bij shirtjes. Wat het wordt, zien we binnenkort op mijn blog. Goedemorgen, het is dinsdag. En ik heb voor het eerst weer een lange broek aan. Het is minder mooi weer. Ik ga mijn spullen pakken. Want ik ga zo naar mijn werk. Brood mee, drinken mee. Koffie mee. Hierin. Dan ga ik naar mijn werk fietsen. Hey, lieve schatten, we kunnen eten hoor. Oh, we kunnen eten hoor. Ik ben alweer thuis van het werk. Ik heb niks gefilmd op werk. Het was druk. Maar ik heb een pakketje en dat vind ik zo leuk. Die ga ik straks openmaken. Ik ben helemaal blij ermee. Nu al. Ik weet niet eens, ik weet wel wat erin zit, maar... En mama heb ook weer het een en ander gehaald, zo te zien. Ik ben aan het uitpakken begonnen, maar ik wil eigenlijk nog niet alles laten zien, omdat er natuurlijk nog een blogpost van komt. Heel snel die schoenen, want die zijn leuk. En dan ga ik verder met de rest. Aardbeidjes. Love Island. Papa kijkt journaal, dus ik moet fluisteren. Goedemorgen, het is woensdag. Wat ben je aan het doen, Merle? Hoepelen. Voor mijn buik- en rugspieren. Ik heb een vitaminepil in mijn mond. En ik ga zo naar mijn werk. Maar ik hoef niet de hele dag te werken. Ha! Ik moet alleen de winkel open doen. En dan blijf ik ongeveer een uurtje. Nieuwe meisje even een beetje op weg helpen. Ze heeft al een halve dag gewerkt. Maar ik moet nog even meer uitleg geven. Daarna ga ik Rianne ophalen, mijn schoonzusje. Gaan we lekker lunchen in Doetinchem. Misschien wat winkels kijken, ik weet het niet. Daarna breng ik Rianne weer terug. En dan zorg ik dat ik rond 4:30, 5 uur in de winkel ben, want dan gaan we afsluiten. Daar werken we. Die moet open. Hey, ik ga naar Rianne toe. Ik heb net het meisje ingewerkt. Althans, ingewerkt. Vertelt wel alles lag. Dat was het. Ze had al eerder in een winkel gewerkt, dus dat is totaal niet lastig. Ik ga nu Rianne ophalen en dan ga ik weer terug naar Doetinchem. Gaan we lunchen. Dus het volgende beeld is met Rianne in de auto. Oké, brug open. Hij gaat nu wel dicht, maar ik sta er al even. Ja, Rianne is er. Nou gaan wij. Naar Doetinchem. Weet je al waar we wil lunchen? Je hebt echt geen idee natuurlijk, nee. Hè? Maakt mij niet uit. Oké, we gaan zo wel zoeken. We hebben eten, wou ik zeggen. En we hebben hele lekkere ijskoffie. Is die lekker? Was een goede aanrader? Ja, ja. Nou, ik ga beginnen aan mijn gevaarte. Help. We staan in de H&M pas, hoor. Ze hebben echt verschrikkelijke dingen aangehad. Dit was geen succes.
Deze jongen, die hangt me toch laag. En Rian heeft nou een jurkje vast. Dat is ook geen succes. Niet meer doen. We zijn bij de Sting. Ging deze passen. Heel leuk. En wat heb jij nou aan? Het broekje. Oh, ja. Ja, en dan met dat zwarte hemdje. Is dat wel grappig, denk ik. Ik weet nog niet zo. Die je net aan had, heb ik niet op beeld, mensen. I'm sorry, is dat leuker? Die met stipjes. Ja. Ja, hè? Wij hebben iets gevonden. Dit snap ik niet. We staan in een... Wat is dit? Badkledingwinkel. Lingerie. Livera. Het kraakt. Het is echt zo'n... hoe noemde je dit? Ruimtepak. Ja, ruimtepak. Of gewoon 30 euro. Hè? 30 euro. Nee, er zit korting op, joh. Een tientje af. Ja, maar normaal 30 euro. Ja. Doe maar even weg. Ik snap het niet. Ja! Rianne eet even nog bij ons. Gezellig. Toetje. Oh, eigenlijk wilde ik eventjes dat je eventjes zou laten zien wat je van mij hebt gekregen voor je verjaardag. Nou, dat wordt gewoon nu uit de tas gehaald. Kijk, ja. Laat hem even zien. Gaat speciaal bij staan. Ja. Die staat er zo leuk. Had me voor. Ja. Mooi, leuke jurkje. Ja. Hij is van voor kort, van achter lang. Hij heeft roezeltjes. En hij is leuk, hè? Mm-hmm. Ja. Ja. Verder hebben we niks gekocht. Goedemorgen. Zie jij eruit, Merle? Ik ga sporten op deze donderdag. Ik ben vrij. Ik ben vaak op donderdag vrij. Ik zou gaan shoppen met een vriendin, maar dat gaat eventjes niet door. Dus Merle heeft lekker een dagje om te gaan sporten. Spotify staat hier open, vandaar dat ik mijn telefoon laat zien. Heel leuk. Eigenlijk kwam het ook alweer goed uit dat ik vandaag weer thuis ben, want ik moet nog een artikel maken voor In de Buurt. Last minute moet ik ook een artikel maken wat eigenlijk zaterdag wel online moet gaan. Vind ik heel handig, vind ik heel fijn. Maar dat ga ik straks allemaal doen. Ik ga eerst even sporten. En dadelijk buikspier op het apparaat, moet die tas even weg. Ik heb gedoucht. Ik heb gelak eraf geprobeerd te halen. Ook van mijn tenen is het eraf, dus het duurt dan maar even wat langer. Toen dacht ik heel vrolijk, trek mijn Pikachu shirt aan. Ben toch alleen thuis. En nu ga ik even koffie maken. Koekje erbij, want ik weet niet, ik heb een beetje trek. Suikers tekort of zo, om op sport te komen. En ik maak altijd van die zakjes koffie. Super lekker. En die ga ik buiten even opdrinken. En dan ga ik aan een artikel voor In de Buurt beginnen. Gaan we weekendtips met koffie. En nog meer dingen die ik straks ga maken. Maar dat is niet voor In de Buurt. Ik heb 2 artikelen gemaakt. Nou ja, die ene had ik al. Die moest ik er alleen inzetten. Dus dat is gebeurd. Het is 11:15. Ik denk dat ik zo eerst ga eten. Lekker. Het werd warm, joh. Ik heb me even weer omgekleed in mijn leuke jumpsuit dingetje. Dus die heb ik nou aan. Ik denk dat ik me zo even ga insmeren. Maar ik ga eerst even mijn broodje opeten. En dan gaan we weer verder met blogartikelen. Dus even kijken. Wat moet ik maken? Deze. Die onderste. Die wil ik maken. En ik ga mijn nagels lakken. Oké, de tekst van mijn artikel is klaar. Alleen nu moet ik even foto's hebben. Maar dan moet ik van naar boven naar mijn kamer, want ik moet mijn sieraden op de foto hebben. Dus dat ga ik even doen. Tadadadadadam, hier gaat het om. Dit ding kwam er al. Ik ben weer even binnen verder, want dan ga ik de foto's bewerken. Dat gaat natuurlijk niet met het buitenlicht. Dus dat doen we eventjes zo. Hoppa. Maak ze altijd lichter. Altijd leuk. Dan volg ik ze dadelijk aan het artikel en dan is het klaar. Dan gaan we hem inplannen voor zaterdag. Dan is het de 6e. Volgende artikel. Ik zit nog steeds binnen, want ik ga mijn nagels doen. Ja, dat moet gewoon binnen. En ik ben erachter gekomen dat ik ook mijn voet in dit ding kan steken. Ik heb dit ding al een jaar of zo, ben ik er nooit echt achter gekomen. Dus ik ga nu dit leuke kleurtje om mijn teennagels doen. Het is lekker warm aan mijn voetjes. En daarna ga ik al die kleuren op mijn nagels doen. Het zijn er precies 5, dus dan kan ik ze alle 5 testen. Ik heb geknoeid, maar je ziet er niks meer van. Tadaa, gelukt. Alleen links zit een rare bobbel, ik kreeg het niet weg. De rest is ook gebeurd en dat gaat op de foto. Dat is ook al gelukt. Moest met mijn telefoon, want die camera die doet het gewoon niet meer. Dus we moeten toch even voor een andere gaan kijken, want die is kapot. Dus dat ga ik nou doen en ik ga even wat drinken. Ik
Kijk, de vorige keer hebben mijn ouders voor mij gekookt. Nou ben ik dus aan de beurt. Omdat ik dus thuis ben. We gaan bietjes eten en vlees mocht ik even uit de koelkast pakken. Ja, waarom, Paul? Er ligt wat. Goedemorgen, de laatste vlogdag, vrijdag. En ik mag de hele dag werken. Hele dag, je hebt dus koopavond, oftewel. Van 10 uur tot 9 uur sta ik in de winkel. Hartstikke gezellig. Maar ik ga eerst even lekker eten. Mijn telefoon checken en dan gaan we naar werk. Ik ben weer thuis. Mijn laatste dagwerker zit erop. Ging eigenlijk super snel. Ik moest van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds werken. Ik had dus even pauze. Patatje gegeten. Ik zit nu boven op mijn kamer, want ik ga me omkleden. Ik ga mijn pyjamaatje aantrekken. Ga ik denk nog even Love Island kijken en dan ga ik lekker naar bed. Ik ben echt moe. Het was echt de hele dag staan. Maar goed, was een leuke dag. Daar niet van. Ik hoop dat jullie deze week vlog leuk vonden. Ja, tijdens het werk kan ik natuurlijk niet filmen. Dat is logisch. Dan ben ik met mensen bezig. Niet iedereen wil op camera. Dus, doe een duimpje omhoog als je deze vlog leuk vond. Er zal binnenkort vast nog wel weer een keer een vlog aankomen als ik weer iets leuks ga doen. Voor nu, slaap lekker. Fijne dag verder. Maakt me niet uit wat je VNA verder gaat doen. Doei!